Goedemorgen, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. We hebben vandaag een gemengd beeld met af en toe wat wolken die overtrekken, maar soms ook ruimte voor de zon. In de ochtend vooral in het zuiden de zon en vooral in het noorden de wolken, dan is het 17 tot 19 graden en staat er niet veel wind. Vanmiddag breekt de zon op meer plaatsen door, het blijft op de meeste plaatsen droog, hoewel een enkel buitje in het oosten nog mogelijk is. Het kwik loopt op naar 19 tot 23 graden en met wat geluk wordt het in het zuidoosten zelfs nog wat warmer. De wind begint langzaam te draaien en vanavond staat er een noordoostenwind zwak tot matig. Vanavond is het droog met wat wolkenvelden nog in het oosten, in het westen wat meer opklaringen. Morgen, een dag die zonnig begint. De temperaturen lopen snel op in het zuiden van het land, misschien wel tot 27 graden. In het noorden is het 21 tot 23 graden. In de loop van de dag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Vrijdag verdwijnen de buien weer en zaterdag is het droog. De zon schijnt dan volop en na een dipje in de temperatuur van vrijdag loopt het kwik weer op. In de loop van zondag neemt de kans op een bui weer iets toe en ook zondag is het zacht met temperaturen van 25 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl